Het is vandaag Nationale Complimentjesdag. Nou, laten we lekker de pleurs krijgen als compliment. Absoluut. Hou je nou op of heb je wel een keer wat aan je oren? Bijzonder nieuws deze week, want in het geheim is er gestemd. En ja, mag jouw misschien wel favoriete burgemeester... Met vieze Valsema weer 6 jaar, dat mag krijgen. Ze mag 6 jaar blijven zitten? Met dat vuile vieze GroenLinks. En dat is ook heel vervelend, al die GroenLinks kopen allemaal panden hier. Maar het zijn helemaal geen Amsterdammers, ze spelen Amsterdammers. Maar Hugo, we moeten het even anders doen, want het is vandaag Nationale Complimentjesdag. Nou, laten we lekker de pleurs krijgen als compliment. Nee, want we hebben dus echt een mooi compliment nodig voor Halsema. Nee, ik heb geen mooi compliment voor Halsema. Ze verpest je hele buurt, het wordt een hele dode buurt. Slaat helemaal nergens op. Femke Halsema blijft 6 jaar langer burgemeester. Oh, sorry? Femke Halsema blijft 6 jaar langer burgemeester. Ik ben een buitenlander. En ik ben heel erg objectief. Hij heeft de stad verpest. U heeft wel gehoord over Femke Halsema die nog eens 6 jaar blijft zitten? Ja, dat is jammer, hè? Ja, wat vindt u daarvan? Jammer. Waarom? Omdat het geen burgemeesteres is. Het is vandaag Nationale Complimentendag. En wij willen graag even een compliment voor Femke Halsema. Nee, doen we niet. Er is wel iets... Ik wil echt niet geven. Er is wel iets positiefs, toch? Nee, helemaal niks. Voor geen prijs. Zelfs de kinderen deugen niet. Misschien iets positiefs wat een beetje past bij deze mooie dag. Nee, ze ook legaal maken. Die vrouw is gek in de hoofd. En nog kiezen ze er. Hier, je mag niet drinken. Je mag niet blowen, het slaat helemaal nergens op. Wat een pleurstad, wat een dode stad wordt het. Maar wat wordt je 10 jaar burgemeester, vind ik ook goed. Ja, ik heb geen last van haar. Ik vind het lekker wijf. Maar, sorry? Ik vind het lekker wijf. Je ziet er heel mooi uit, Femke. Dank je wel. Mooi, ja, goed zo, een beetje schoudertjes naar achter zo. Bosjes naar voren. We moeten eigenlijk even een compliment voor Femke Halsema zien te krijgen vandaag. Heeft u er misschien eentje? Nee, ik zou het bij God niet weten. Heeft ze misschien iets goed gedaan? Gewoon... Helemaal niks. De hoeien mogen weer langer werken, dus dat is één positief. Maar voor de rest kan ze de pleurs krijgen. Oké, dus er is wel iets positiefs aan haar? Ja, dat ze de hoeien in ieder geval weer wil toelaten. Okay. Want naar Noord en Zuid gaan ze toch nooit. Dat lukt er nooit. Dus we hebben hier een complimentje? Nee, geen compliment. Ze kan de pleurs krijgen. Nou, ik kan het niet uit mijn geheugen halen dat ze iets goeds heeft gedaan. Echt niet. Sorry. Nou, iets positiefs. Ik wens haar een hele fijne verjaardag als ze bijna jarig is. Oké. Nou, dat is ook een mooi compliment. Ja. Ja, nou, aardige vrouw dan. Aardige vrouw, die noteren we. Maar de meeste mensen zijn aardig. Er moet toch iets positiefs te melden zijn overal. Weet jij wat positief van haar dan of niet? Dat doe ik het zelf aan Femke Halsema. U bent een fantastische burgemeester voor de mensen hier in Amsterdam en voor de ondernemers hier op de Albert Cuypmarkt ook altijd heel goed, toch? Absoluut. Hou je nou op of heb je wel een keer wat aan je oren? Misschien kunnen we haar wat feedback geven op deze compliment. Wat zou ze beter kunnen doen? Waar moet ze een beetje op letten om het beter te kunnen? Maak mij maar nachtburgemeester. Dan gooi ik al die wetten eruit en dan wordt het echt weer gezellig in Amsterdam. Oké, I love it. Ja, toch? Ja. Liken, subscriben, sharen, volgen, commenten, lid worden, delen, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Het mag allemaal. Hoeft niet. Mag. Kan. Kan wel.